Allemaal allereerst nog van harte gefeliciteerd ook met onze koning. Hopelijk hebben jullie dat gisteren feestelijk mogen vieren. En onze koning mocht gisteren 57 jaar oud worden. Of jong, hoe je het maar bekijkt. Hè? En ik weet dan niet hoe, hoe jullie dat dan binnenkomt of jullie dat dan als een vanzelfsprekendheid ervaren. Of als jullie dat je ook wel als een wonder zien. Of als een zegen dat hij weer een jaar gespaard is. Of laat ik het wat dichterbij halen. Is het een vanzelfsprekendheid als we onze verjaardag mogen vieren? Mijn schoonvader is bijvoorbeeld vandaag 65 jaar geworden. Is dat dan een vanzelfsprekendheid, gewoon een feit? Of is dat een wonder, of is dat. Een zegen. Zelf ben ik op 15-jarige leeftijd ernstig ziek geweest en mijn verjaardag vier ik altijd als een en ervaar ik als een enorm feest van dankbaarheid dat ik er nog mag zijn, dat ik er nog ben, dat ik nog mag leven. En zo zie ik ook in mijn werk als geestelijk verzorger natuurlijk in twee huizen... Maar al te goed dat het leven zo intens kwetsbaar is. Ook als ik dan vanochtend Aris hoor vertellen het trieste nieuws van Anna die haar eigen zoon moest verliezen, dan worden we stilgezet bij hoe intens kwetsbaar het leven is. Je eigen zoon die je in je buik gedragen hebt, moeten verliezen. Wat intens. Wat intens verdrietig. En dat het leven kwetsbaar is, dat, dat leert de Bijbel ons ook. En de Bijbel leert ons ook dat gezondheid iets is wat niet geheel maakbaar is. Iets wat we vandaag de dag misschien wel eens een beetje vergeten. Als we de reclames moeten geloven, als je bepaalde vitaminespreparaten of bepaalde salfjes smeert, nou dan moet het wel aardig goed komen met ons. Dan is het bijna alsof we tot op hoge leeftijd er jong uit blijven zien en ons ook gezond en vitaal blijven voelen. Maar dat het leven kwetsbaar is, zullen anderen hier vanochtend maar al te goed... Ervaren. Ervaren aan hun eigen gezondheid of misschien aan de dierbaren om hen heen. En de Bijbel leert ons dus ook dat het leven niet iets is wat geheel maakbaar is. Natuurlijk is het goed en wijs om goed voor je lichaam te zorgen. Ik merk het zelf ook als je wat meer beweegt, als je wat Beter gezonder voeding tot je neemt, voel je je vaak wel beter. En als je ook nog in de gelegenheid bent om goede nachten te maken. Nou, dat helpt natuurlijk allemaal wel mee. En toch, en toch zijn we ook afhankelijk van de Heere God. En ik wil daarom twee bijbelteksten met jullie lezen. Eén uit het Oude Testament. En wel uit Psalm 103. Vanaf vers 14 tot en met 19. En daarna uit 2 Korinther 4 vanaf vers 16, wat overgaat in 2 Korinthe 5 tot vers 2. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En daar staat in Psalm 103, waar we middenin vallen, eerst gaat het over de genade van de Heere God. De genade die altijd verder gaat dan onze overtredingen. Ook een prachtig stuk. Maar dan gaat het vanaf vers 14 verder bij het volgende. Want hij, de Heere God, weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras als een bloem op het veld zo bloeit hij maar wanneer de wind erover is gegaan is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer maar de goede tierenheid van de heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen zijn gerechtigheid is er voor de kinderen van hun kinderen voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Ook mooi dat laatste vers, als we dan denken aan inderdaad Koningsdag gisteren. Wat is het dan rijk dat we een hemels koninkrijk, dat die er is. Dat de Heere Jezus daar heerst en dat wij daar eens mogen zijn. En dan in 2 Korinthe 4, vanaf vers 16 tot 2 Korinthe 5, vers 2 staat het volgende. Daar staat boven een aardse tent en een huis in de hemel. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen, die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar om met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Tot zover deze Bijbelgedeeltes. Twee teksten, één uit het Nieuwe Testament en één uit het Oude Testament, die ons iets leren over de kwetsbaarheid. En zo wordt in deze Bijbelteksten ons lichaam, ons lichamelijke staat zoals we hier vanochtend zitten vergeleken met drie dingen. In die psalm met gras of met een bloem. Zoals David dat doet in die psalm, psalm die waarschijnlijk door David geschreven is. En in de Korinthebrief door Paulus met een aardse tent. En eerst wil ik daar maar met jullie straks eens op inzoomen. Wat betekent het nou dat ons lichamelijk leven daarmee vergeleken wordt? En hoe we ons daarmee kunnen verhouden. En vervolgens wil ik met jullie kijken naar wat er in beide teksten nog meer staat, namelijk. Dat er prachtige dingen, prachtige beloftes tegenover gezet worden. Namelijk dingen die dat overstijgen. Dingen die ons waardoor, zoals Paulus dat zegt, daar, waardoor wij de moed niet verliezen. En dan wil ik met jullie tot slot ook kijken wat concluderend, samenvattend. Dit voor ons mag betekenen. Wat we voor boodschap vanochtend mee naar huis mogen nemen. Maar allereerst dus, wat betekent het dat ons lichaam vergelijkt wordt, vergeleken wordt? Eigenlijk vind ik beide of alle drie de vergelijkingen zeer treffend. Ik denk dat het best wat tuinliefhebbers onder ons zijn en waar het hart sneller van gaat kloppen zo nu in het voorjaar. Prachtig hoe alles weer omhoog komt, hoe alles weer tot bloei is gekomen, hoe mooi groen, diep groen het gras weer is geworden. Oogenschijnlijk bij, bij de buren weer net wat groener als bij ons, want daar zijn we ook mens voor, dat het altijd een beetje groene lijkt bij de buren. Maar ik denk dat jullie. en ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten hoe mooi het is hoe de schepping weer tot bloei komt. Maar hoe mooi en hoe prachtig het er ook nu uitziet, ik denk dat in de meeste tuinen het meeste wat in de tuin staat, er zwinters maar door. En dood uitziet. Of als er een storm overheen is gegaan, dat de bloemen wel eens plat in de tuin kunnen liggen. En is dat misschien ook niet zo met ons menselijk lichaam? David schrijft in Psalm 103 dat wel zo en beschrijft dat wel zo. Want hoewel gezond eten, genoeg beweging, goede nachtrust, genoeg drinken, belangrijk voor ons zijn en drinken of en ook, ik bedoel, water voor de natuur, zonlicht, meststoffen, belangrijk is voor de natuur, toch is het maar al te kwetsbaar. En zo is dat dus ook met ons lichaam. Want hoewel gezonde levensstijl, gezondheidsrisico wel degelijk verkleinen, is het leven nog steeds in Gods hand. En is het aan God of Hij onze kwetsbare staat wil beschermen? En is het ook. Goed om te beseffen dat dit ook altijd, zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, tijdelijk van aard is. Want in deze staat, namelijk de staat van na de zondeval, heeft ons lichaam in deze staat niet het eeuwige leven. We zijn allemaal onderworpen aan de zondeval. En in die zin maken wij ook allemaal in mindere of meerdere mate de gevolgen daarvan mee. En daar schrijft Paulus ook over in de Tweede Korinthebrief. Namelijk zelfs noemt hij, en dat noemt hij wel op meerdere plekken, dat wij zuchten in dit lichaam. Oftewel dat wij soms moeite hebben. Om als het ware nog gevangen te zitten in ons aardse lichaam. In Romeinen 8, vers 22 stelt Paulus het zelf zo dat de hele schepping zucht. En ook, zegt hij dan, ook wij christenen, ook wij die eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten nog en verlangen nog naar de verlossing uit deze. Staat. En dan vergelijkt hij het zo treffend met als een vrouw in barensnood. Nou Jan-Willem, jij weet wel wat dat is, hè? Toen je vrouw in barensnood was, dan moet er iets veranderen, hè? Nou, vrouwen die dat mee hebben gemaakt, die weten maar al te goed dat als je in barensnood bent, dan moet er iets veranderen. Ik heb zelf het voorrecht zelfs gehad om dat drie keer mee te maken. En als je Lise dan ziet, dan weet je, dit kan niet zo doorgaan. En zo zie ik dat zelfs ook in mijn werk. Ik zie natuurlijk mensen in hun oude dom. Een treffend voorbeeld vind ik, ik zat in december naast een vrouw die eigenlijk de hele dag op. Alleen nog maar hardop kon bidden. O Heere, verlos mij toch. O Here, ik heb zo'n pijn. O Heren, verlos mij toch. En gelukkig mocht ze een paar weken later de Heer tegemoet gaan en wist ze ook waar ze heen mocht gaan. Maar ook op andere momenten. Van de week zat ik nog aan het sterfbed van iemand. En hoewel gelukkig. We zo'n goede gezondheidszorg hebben, pijnmedicatie, toch is het vaak dat je denkt, oh Heren, haal dezegene maar thuis. Want hoe goed onze pijnmedicatie ook is, vaak zie je wel een enige strijd die iemand op het sterfbed nog moet leveren. En soms ook zelfs nog best wel schrijnend. Maar dan weet je dus, er moet iets veranderen. En zo is het dus ook met onze schepping. Er moet en er zal ook iets gaan veranderen. En in de tweede brief vergelijkt Paulus ons leven dan ook met een tent, een aardse tent. En ik weet niet of er tuinliefhebbers onder jullie zijn. Of nee, ik bedoel kampeerders. Echte, kampeerders, vinden het misschien prachtig om in een tent te slapen. Als ik in een tent lig, wat ik wel een paar keer gedaan heb, dan is het toch een beetje van bij de eerste de beste regenbui, dat je denkt van nou, zullen we het droog houden. Of bij de harde wind, dat je denkt van nou zal de tent blijven staan. Of in onze Nederlandse klimaat... dat je s'nachts denkt... zo, zullen we het warm houden? Hebben we genoeg dekens? En ook zo... treffend voorbeeld vind ik dan... dat ons leven... dus met een tent... vergeleken wordt. Namelijk... dat er zomaar iets... kan veranderen. Bij mooi weer op de camping... Bij mooi weer in de tent staan we er niet zo bij stil. En zo is het ook bij goede momenten in ons leven, denk ik, dat we er niet zo bij stilstaan. Maar als er een storm opsteekt, als er een enorme regenbui komt. en als er gebeurtenissen in ons leven komen, dan kan het maar zo zijn dat we dat wel ervaren. En zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een doktersuitslag of een ziekte die je treft, of een overlijdensbericht, je leven compleet op zijn kop kan zetten. En dat is iets waar we in dit leven ons op een of andere manier, hoe moeilijk ook, mee moeten zien te verhouden. En ik denk dat het. Enerzijds al heel helpend zou zijn. als we dat naar elkaar zo kunnen en mogen uitspreken. Dat het verdriet er als het ware ook mag zijn. Dat we bij het koffiedrinken soms ook gewoon tegen elkaar mogen uitspreken. dat het leven soms zuchten is. En ook pastoraal gezien merk ik vaak in mijn werk dat dit al zo ontzettend helend kan werken. En soms moet ik ook de zusters of de broeders wel een beetje coachen met van nou laat meneer of mevrouw zijn of haar verdriet en maar gewoon eventjes zijn. Nee jij kunt het niet oplossen maar doen alsof het er niet is. Of goed bedoelde adviezen geven als van nou een beetje positief blijven denken, of nog erger, nou nou niet zo zeuren hoor, werkt vaak averechts. En hoe goed bedoeld misschien ook, het is niet helend. En dat, het verdriet er dan gewoon even mag zijn, is denk ik veel helender. En zo denk ik ook dat het helend kan zijn hier in onze gemeente Elim. Want mag een broeder of zuster tijdens het koffiedrinken zijn of haar verdriet er gewoon even zijn? Of zeggen we dan misschien ook zo snel, heel goed bedoeld, nou, de Heere zal het snel voor je oplossen. Of nou, laten we maar een beetje positief blijven denken hoe goed bedoeld ook dit kan denk ik ook best als een afwijzing voelen. En moeten we denk ik ook realistisch zijn door ook aan dit gedeeltes deze gedeeltes uit de Bijbel dat ons leven kwetsbaar is, dat het leven zuchten is ook recht te doen. Ook in deze gemeente hebben we zoveel Mensen op jonge leeftijd los moeten laten. Wat intens verdrietig. En later ook plek zijn en blijven dat dat verdriet er mag zijn. Maar in dat verdriet, in dat verdriet zet de Heere God er wel prachtige dingen tegenover. Zoals we dat zo net ook gelezen hebben. En voordat ik. Met jullie daarnaar wil kijken om het wat positiever allemaal te brengen. wil ik eerst nog een ander aspect benoemen. Een aspect die misschien een beetje schuurt aan onze evangelische overtuiging van genezing. Want hoewel ik oprecht geloof in genezing, oprecht het ook wel gezien heb, en oprecht ook geloof dat het misschien wel. Een wonder is dat ik hier vandaag sta. Ben ik er ook van overtuigd dat genezing niet altijd gebeurt. Niet iedereen wordt genezen. En de vraag die dat misschien oproept van waarom dan niet, moeten we denk ik ook laten rusten. Maar wat ik wel weet en is dat ook al gebeuren er wonderen. En tekenen. Vroeg of laat zullen ook deze mensen in aanraking komen met weer de gebrokenheid van het leven. Want ook Lazarus, die zelfs opstond uit de dood, is niet meer iemand die nog onder ons is, om het maar even zo te zeggen. Oftewel, het is dus iets tijdelijks. En bovendien staan, denk ik, genezingen altijd in een bepaalde context, namelijk in de context van geloofsgroei, altijd verwijzend naar de grootheid van de Heere God, en heeft altijd, denk ik, als doel om mensen tot geloof te laten komen of mensen hun geloof te versterken. Het heeft, denk ik, nooit als doel om op dit moment in voor de wederkomst al een einde te maken aan alle gebrokenheid in dit leven. Want dan zouden we niet recht doen aan teksten als dat we nog zuchten in ons lichaam. En ook kunnen we lezen in uitspraken die Jezus doet van sta op, bijvoorbeeld uw geloof heeft u gered, dat het dus altijd in verband wordt gebracht met geloof. En wat ons met genezing bescheiden dient te maken, is denk ik ook. Het is uiteindelijk aan de Heere God. Genezing is niet iets waar wij recht op hebben. Maar is iets wat wij soms uit genade, uit Gods grote genade, mogen ontvangen. Want als ik hem even scherp neer mag zetten, is denk ik het enigste waar wij recht op hebben is de gebroken staat zoals we nu leven. Maar wat een genade als we soms merken dat ons leven nu al gespaard wordt, als we nu al wonderen meemaken, en wat een genade dat we sowieso uiteindelijk allemaal verlost mogen worden uit dit gebroken leven. En dat is ook iets wat in Paulus zijn theologie naar voren komt. In de theologie noemen we dat het reeds en het reeds nog niet. Enerzijds is Jezus werkelijk gekomen naar deze aarde. En in die manier is Gods koninkrijk hier zichtbaar geworden. Het reeds. En anderzijds is het nog dat wij nog wachten op de volkomen zichtbaarheid van zijn koninkrijk het reeds nog niet. En zo zijn we dus allemaal afhankelijk van hem. En op die manier gaan we de Here God denk ik ook vrezen, want zo schrijft David daar ook over in Psalm 103. Namelijk dat de goedheid van de Here God is voor hen die hem vrezen. En ik denk dat het dus ook nodig is om op die manier afhankelijk van Hem te blijven. Het is denk ik in die zin ook een stukje hoogmoed van ons om te denken dat de gezondheid geheel en alleen in onze handen is. En misschien is dat ook iets wat wij moeten beleiden naar de Heere God, als we merken dat dat iets is wat in ons is, of alsof wij recht hebben op bepaalde dingen. Want ook dat is, denk ik, een vorm van hoogmoed. Maar zoals ik al eerder zei, en zoals we ook gelezen hebben, wordt, er worden er prachtige dingen tegenover gezet. In Psalm 103 bijvoorbeeld staat, de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Of zoals de NBV. Het woord goede tierenheid vertaald met trouw of de Bijbel in gewone taal met liefde, laten denk ik alle vertalingen de diepgang van dat grondwoord zien. En praktisch betekent dat voor ons: God wil ons in alle omstandigheden omringen met zijn liefde, trouw, met zijn goedheid, warmhartigheid. Hij wil bij ons zijn, zoals we zo net ook gezongen hebben. Immanuel, God met ons. En ook innerlijk sterken om wat er op ons levenspad, op ons afkomt, ook aan te kunnen. En prachtig hoe zo de kwetsbare staat van ons leven enerzijds... naast de goedheid van de Heere God zijn liefde die voor eeuwigheid is wordt geplaatst. Hoe dat zo naast elkaar wordt gezet. En dat is dat we dan in alle levenssituaties mogen beseffen. God, zijn goedheid, is er voor altijd. Voor in tot in eeuwigheid. De gebrokenheid is tijdelijk. Zijn goedheid is eeuwig. En als we dat beseffen. En als we beseffen dat we Hem ook nodig hebben in ons verdriet. Als dat onze beleidenis is. Want dat is volgens mij wat David ook in Psalm 103 bedoelt met de Heere God vrezen. Het beleiden dat we Hem nodig hebben. Zo ook in onze gezondheid. We zijn in alles afhankelijk van Hem. En in de Korinthe brief wordt er onze rijke toekomst tegenovergezet. Zoals jij ook begon, Jeroen, deze dienst. Dat, we, dat die dag ons wacht. Dat we feest mogen vieren in de hemel. Namelijk voor het moment dat de Heer Jezus terugkomt of ons thuis haalt, leven we nog in die gebroken wereld. Maar straks worden wij hiervan verlost. Als wij geloven dat de Heer Jezus daarvoor naar deze aarde wou komen. En daardoor, schrijft Paulus, daardoor verliezen wij de moed niet. Of zoals de Heer Jezus in Johannes 14 zegt: als hij spreekt over het huis van mijn hemelse vader. dan zegt hij: Laat uw hart niet in beroering raken. Het is dus. Alsof in onze staat van nu, wij over onze staat heen mogen kijken. En mogen kijken naar de volkomen verlossing uit dit leven. Namelijk dat er een tijd zal aanbreken waar er geen zuchten meer zal zijn. Waar er geen pijn meer zal zijn. Geen verdriet meer zal zijn. En waar we ook in onze zondige natuur, door onze zondige natuur, elkaar geen pijn meer kunnen doen. Omdat we dan daar ook verlost van zullen zijn. En laten we ons dan ook richten tot die tijd op zaken, zo zegt Paulus, die eeuwigheidswaarde hebben. Namelijk ons innerlijk. Die van dag tot dag vernieuwd kan worden, schrijft Paulus. Iets wat ik ook prachtig vind aan mijn werk. Hoewel dus die mensen die, die ik ontmoet in de verpleegde huizen, hoewel hun uiterlijke vaak niet fraaier op wordt, waar je ook ziet dat het achteruit gaat, zie ik anderzijds hoe prachtig de Heere God nog steeds door hun heen werkt en hun innerlijk. Aan het loutere is. Dat ze steeds meer, bijvoorbeeld, soms verlangen om heilig te leven. Om ook soms te leven in volkomen afhankelijkheid. En geloof, wat steeds sterker en sterker wordt. Laten wij ook daar ons naar uitstrekken. Dat hoewel ons uiterlijk langzaam misschien minder wordt. Ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd kan worden. Tot slot dan samenvattend en concluderend. Het is denk ik goed dat we beseffen dat we kwetsbaar zijn en dat we hier mee leren om te gaan. En dat het aan God alleen is om onze kwetsbare staat te beschermen. Dat het genade is. Als we merken dat we weer gezond zijn opgestaan, alleen al dat we bijvoorbeeld zijn opgestaan, en een zegen bovendien als het dan ook nog gezond is, dat dat allemaal genadegaven van de Heere God zijn, als we dat zorgs ochtends merken. En wat denk ik ook belangrijk en versterkend werkt, om samen gemeente van de Heere Jezus Christus te zijn, om samen Elim te zijn. Is denk ik dat we ook naar elkaar mogen beleiden. Dat enerzijds het leven soms echt zuchten is. Dat het verdriet is, dat het gebroken is. En zonder goed bedoelde zinnen het tegenin te brengen. Want die weten, die weten de mensen zelf vaak ook wel in hun hart te benoemen. En bovendien maakt dat ons ook afhankelijker van Hem... door te beseffen dat ons leven kwetsbaarheid is. Maar tegelijkertijd laten we ook gericht blijven op zijn goedheid... die er altijd is en op de rijke toekomst die voor ons ligt. Want wat toch een enorme vreugde moet dat zijn. Dat er een tijd gaat komen dat er geen pijn is... Dat er geen verdriet meer is. Dat er geen ellende is van wat we als mensen elkaar soms aan kunnen doen. Wat een dag zal dat zijn. Wat een koningsdag zal dat inderdaad zijn. Want dan is er alleen nog maar vreugde en louter liefde. En wat een genade dat dat onze toekomst mag zijn. Want als wij geloven dat de Heer Jezus daarvoor naar deze aarde wou komen, dan is dat onze rijke toekomst. Laten wij daarom de moed niet verliezen. En ook tot het moment daar is ook de zegeningen van alle dagen niet uit het oog verliezen. Want de verjaardag van de koning of een verjaardag van onszelf is niet een vanzelfsprekendheid. Maar een zegen, een voorrecht. Amen.